Nou, we zijn hier in de stukzaal van Paleis Soestdijk. Het oude paleis waar Juliana en Bernard jarenlang hebben gewoond. En ik heb hier een opdracht gekregen om een werk te gaan maken. Aanstaande zomer komt hier een nieuwe tentoonstelling genaamd Het Bal. En er zijn ongeveer 25 tot 30 kunstenaars gevraagd om een werk te maken in het paleis. De organisatie zei tegen mij, je moet een werk maken voor de stukzaal. Je krijgt 2000 euro en je moet gaan uitpakken. Nou, daar zijn we dus eigenlijk mee bezig. Eerlijk gezegd meer inpakken, want ik ben dus in het plafond een afgietslag te maken. Mijn werk gaat over herinneringen aan ruimtes. En ja, 3D herinneringen eigenlijk. En ik maak veel afgietsels en die afgietsels vertaal ik in nieuwe objecten. We hebben net vanochtend een paar uur geleden de eerste lage rubber aangebracht. En zoals je ziet, fantastisch er vanaf gekomen. Een beetje verf er vanaf, maar dat is sneller bijgekoetst. We kijken hier naar het eerste afgietsel van Soestdijk. En voor dit project, wat ik dus aan het doen ben, krijg ik 2000 euro in totaal om het paleis op zijn kop te zetten. En dat is niet mogelijk, omdat voor 2000 euro ik eigenlijk heel weinig zou kunnen maken. Misschien alleen dit element. En aangezien ik voor dit project gewoon graag alles uit de kast wil halen, en materiaalkosten zo hoog zijn, heb ik dus een donatie nodig voor de kunst. En het gietsel dat we hier zien is ongeveer 1,20 lang. Ga ik dit object van maken waar je straks op kunt liggen. Wordt 5 keer zo groot, dus 5 meter lang. Dus qua materiaal heb ik gewoon heel veel nodig. En het zou echt fantastisch zijn als jullie me daarbij kunnen helpen.